Nou, normaal gesproken is deze foundation best wel goed mijn huidstint, maar ik vind hem vandaag een beetje geel lijken. Maar dat kan ook door het licht liggen. Aan het licht liggen. Lekkere zin. Slokje drinken. Zo lekker. Oké, waar was ik met mijn verhaal? Hey en welkom bij weer een nieuwe video. Om eerlijk te zijn wist ik eigenlijk niet wat voor video ik voor vandaag zou gaan maken. Dus ik besloot, ik moet toch straks de deur nog uit en me opmaken. Dus laat ik dat gewoon voor de camera gaan doen en dan doe ik een get ready with me. Dus vandaar dat deze video er nu zo tussen stond. Dus ik ga ook maar gelijk beginnen eigenlijk. En verder dacht ik, zet de camera gewoon aan en ik kijk wat voor video het wordt. En we gaan gewoon babbelen over van alles en nog wat. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Ik zat dus een beetje na te denken van wat vertel je dan eigenlijk in zo'n video? Waar moet het dan precies over gaan? Nou ja, en het kan natuurlijk over van alles en nog wat gaan. Maakt niet zo goed, niet echt uit. Maar ik dacht, wat vinden mensen nou leuk en wat vind ik leuk en waar wil ik nog wel wat over praten? En ik dacht, tv-series. Dat is iets wat iedereen wel leuk vindt en iedereen wil kijken. En ik heb er genoeg gezien. En ik heb ook een aantal favorieten. Dus ik dacht, dan tijdens dat ik me opmaak, kan ik die een beetje met jullie delen, met mijn mening erover. En ik ben dan natuurlijk ook ontzettend benieuwd of jullie het ermee eens zijn. Of dat jullie andere favorieten hebben. Even kijken hoor. Ja, ik begin gewoon met een simpele primer. Ik heb allemaal goedkope troep hoor. Dus het is gewoon standaard make-up. Ik ben niet een make-up guru zoals sommigen op YouTube of wat dan ook. Dus ik heb niet allemaal Rimmel en Max Factor en weet ik het wat allemaal. Ik heb gewoon de make-up die iedereen in zijn laadje heeft liggen. Dus ja. Maar tv-series dus. Ik dacht, wat is nou echt mijn favoriet? En toen ik daar een beetje over aan het nadenken was, toen besefte ik me dat ik er niet echt één heb. Ik heb er een paar. Ik was heel erg fan van Pretty Little Liars. Zeker toen die serie nog bezig was, want die is nu natuurlijk al een tijdje afgelopen. Daar was ik ontzettend fan van. Daar keek ik echt naar uit als elk nieuw seizoen er kwam en het hele mysterie erachter en wie is A en trouwens, even een spoiler alert over alle series waar ik over ga babbelen, die heb ik dus al gezien, dus er kunnen spoilers bij komen. Maar ja, Pretty Little Liars dus. Ik had wel gehoopt dat het anders zou aflopen. Ik had zelf ook echt zoveel theorieën gekeken op internet over wie is A nou en er zaten zoveel ontzettend leuke en interessante theorieën tussen dat ik dacht, als de makers van de serie dit echt bedacht hebben, dan is dat briljant, dat is echt fantastisch. En wat ze uiteindelijk gedaan hebben, vind ik ook op zich nog steeds wel heel leuk. Ze hebben natuurlijk eerst gekozen om Charlotte A te maken, of Cece Drake, en daarna kreeg Spencer een tweelingzus. En dat vind ik beide hele leuke plottwisten en verhaallijnen, maar het had nog zoveel beter gekund. Waar ik het meeste fan van was qua theorie, was dat Arya een gespleten persoonlijkheid heeft. En dat zij in de periode dat ze in IJsland was, ook niet in IJsland was, maar in een institutie opgenomen was. Een soort gekhuis, alleen dan wat vriendelijker. En waarschijnlijk in Radley, en dat is ook waarom Eddie Lamp haar dan daar herkende toen ze vrijwilligerswerk ging doen. Terwijl zij hem niet herkende. En dat is dan gewoon omdat ze dan twee persoonlijkheden heeft. En wat de een doet, weet de ander niet meer. En dat vond ik zo'n briljante theorie. Ook over dat ze dan dat ze heel vaak in spiegels kijkt. En seizoen 1 aflevering 1 en seizoen 3 aflevering 1 had een exact dezelfde scène. Dat zij in haar slaapkamer in een jurkje voor een spiegel naar zichzelf staat te kijken. Was echt precies hetzelfde. Dus dat vond ik een hele leuke theorie. Dat is hem dus niet geworden. Maar ik heb ook nog gehoord dat ze toch nog wel bezig zijn met het idee om misschien een Pretty Little Liars film nog te maken hier achteraan.
Dus een beetje een soort spin-off, maar dan ja, misschien voor nog een paar jaar later of zoiets. Lijkt me heel erg leuk. En ik ben ook gewoon fan van die actrices. Ik vind Troy en Belisario echt fantastisch. Dat is degene die Spencer speelt. Vind ik een hele goede actrice. Even kijken hoor, ik heb hier haren in de rug zitten. Ik heb allemaal van die babyplukjes. Super irritant. Ja, ik heb normaal gesproken dus best wel een hele goede huid. Maar ik heb hier, ik weet niet of je het op camera kan zien, vast wel, want hij is gigantisch, een pukkel zitten. Dus ik hoop dat ik die een beetje weg kan krijgen. Maar ja, Pretty Little Liars, dus dat vond ik echt een hele goede serie. Echt heel leuk. Ik heb daar met heel veel plezier naar gekeken. Ik zat zelfs laatst, toen ik dus me echt nog niet lekker genoeg voelde na de operatie, dat ik vrij weinig deed op de dag, te denken, zal ik hem opnieuw gaan kijken? Gewoon omdat ik hem zo leuk vind. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan, want mijn zusje die was aan het smeken of ik niet de originals een keer wel ga kijken. Want ze wilt praten over het einde, want dat zou blijkbaar fantastisch zijn of zo. Ik weet het niet. Ik ben er dus mee bezig, maar die heb ik nog niet af. De Vampire Diaries heb ik wel gekeken. Vond ik een leuke serie? Niet heel bijzonder. Dus ik vond hem leuk gewoon om aan te zetten en dan nog wat anders te doen. Weet je wel, want je hoeft er niet echt actief je hoofd bij te houden. Maar het was nou niet dat ik hem zo super spannend vond of wat dan ook. Dat ik dacht, die moet echt iedereen gezien hebben. En dat had ik met Pretty Little Liars wel. En ik heb met mijn moeder, dus omdat ik hier in het huis van mijn moeder zit om te herstellen, heb ik met haar How to Get Away with Murder gekeken. Die is wel heel goed. Die kan ik echt iedereen adviseren. Dus als je nog een serie wilt kijken en eentje die spannend is en over misdaad gaat en over juridische toestanden, kijk die. Hij is echt heel goed. Echt heel goed. En normaal gesproken is deze foundation best wel goed mijn huidstint, maar ik vind hem vandaag een beetje geel lijken. Maar dat kan ook door het licht aan het licht liggen. Lekkere zin. Maar How to Get Away with Murder is dus ook echt een hele goeie. Die is spannend, gaat over een beetje juridische zaken, want het zijn advocaten, dus daar moet je wel van houden. Het is net als Suits, wat ik trouwens ook een hele goede serie vind. Daar lijkt dit wel een beetje op. Alleen gaat dit dan echt over dat er een moord gepleegd wordt. En ja, bij Suits gaat het gewoon om de zaken die zij moeten aanvechten. Maar het is echt ook de actrice die daarin speelt. Ik weet even haar naam niet uit mijn hoofd. Ik zal een hier zo ergens het even in de video zetten. Maar het is echt een hele goede actrice. Echt kudos voor haar. Supergoed dat, hoe zij dat doet. En Wes Gibbons, zo heet een van de hoofdpersonages. Die wordt gespeeld door een acteur die ik heel erg leuk vond in Harry Potter. Dus dat is dan wel weer grappig. Alleen is die hier een soort van volwassen en daar was die 13. Maar het is echt, het zit heel goed in elkaar die serie. En het leuke daarvan vind ik eigenlijk dat je elke aflevering krijg je een stukje te zien van wat aan het einde van het seizoen gebeurt. Dus je krijgt steeds een klein stukje van de flash forward. En dan gaat hij weer terug naar de aflevering van vandaag en dan staat er 4 weken eerder. En dan de aflevering daarna is het 3,5 week eerder. En zo bouw je steeds dat je een soort van fragmenten van die laatste aflevering te zien krijgt van wat er dan dus gebeurt. Maar het bouwt zich dus heel erg op en dat maakt het gigantisch spannend. Maar dat is dus ook echt een hele goede serie. En even denken hoor. Nou ja, Suits, die noemde ik dus al. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Het is ook gewoon omdat ik een klein beetje verliefd ben op Harvey, maar dat is echt een hele leuke serie. Maar ja, nogmaals, dan moet je van de advocatenwereld houden. Dat moet je wel echt trekken, anders ga je het geen leuke serie vinden. Even die wegwerken, kijken of dat lukt. Maar Suits is dus ook echt een hele leuke serie. Wat hebben we dan verder nog? Grimm, ik weet niet of iemand die kent. Dat is alweer een tijdje geleden hoor, dat die gestopt is. Maar dat was ook echt een hele leuke serie. Die ging meer over mythische wezens bijna. De Grimm, dat was een, het hoofdpersonage is dan een Grimm. En een Grimm is iemand die zowel
in de mensenwereld woont, maar ook de soort van bovennatuurlijke wezens kan zien. En mensen die dat niet kunnen zien, dus de gewone mensen, zien ook die wezens als gewone mensen. Want ze hebben gewoon hun menselijke gedaante, maar ze kunnen zich ook soort van hun wezen laten zien ofzo. Het klinkt een beetje vaag zoals ik het nu uitleg, maar het is echt wel heel erg leuk. Maar die serie is dus al best een hele tijd geleden afgelopen. En dat is jammer. Maar het was wel echt een hele goede serie. Dus als iemand zich ooit verveelt, ga die kijken. Hij is echt heel erg leuk. En hij is heel spannend. En neemt je ook wel mee in allerlei romantische drama toestanden van de hoofdpersonages. En heeft ook hele leuke acteurs. En ja, het is gewoon een goede serie. Even kijken hoor. Nou moet ik een poederding. Ja, ik heb dus zo'n borstelset. Kijk, zo'n... super handig natuurlijk. En dan moet ik daar eventjes eentje in vinden waar ik mijn poeder mee kan doen. Oké, waar was ik met mijn verhaal? Grim. Ja, die is leuk dus. Dus moet je gewoon een keertje zien. Die is echt aan te raden. Wat vind ik nog meer een leuke serie? Nou ja, zoals misschien al wel duidelijk is, omdat ik een website ondertussen erover maak, ben ik echt wel gigantisch Teen Wolf fan. Ik vind Teen Wolf echt een van de leukste series die er is. Ik vind de personagesopbouw vind ik echt heel goed. Ik vind hoe inventief ze zijn met steeds bij elk seizoen een nieuwe bedreiging te bedenken, vind ik echt ontzettend leuk. En je gaat gewoon van de personages houden. Ik bedoel, vraag iedere Teen Wolf fan wie Styles is. En ze gaan gelijk, oh my god, I love Styles. Ah! En dat is zo, het is echt een hele leuke serie. En er zijn allemaal ships en allemaal ships ja, van relaties en zo, weet je wel. Starek, dat is Styles en Derek, zijn twee hetero mannen. Maar iedereen vindt ze zo leuk samen. En alle scènes waar die twee samen in acteren... worden echt gemonteerd tot YouTube filmpjes van I love Starek. En het is echt... Het is gewoon een superleuke serie. En het is heel divers en heel spannend. En je ziet ook, wat ik heel leuk er ook vooral aan vind, is toen hij soort van nog net nieuw was. Toen ze, echt seizoen 1, weet je wel, toen... had je ook hun transformatie, want het gaat dus over weerwolven, van mens naar weerwolf. En het zag er echt nog een beetje knullig uit. Je zag echt dat het soort van nog nieuw was in wat ze aan het doen waren. Maar als je dan verder kijkt naar seizoen 2 en seizoen 3, hoe ze het nu maken, ziet er echt fantastisch uit. Het is echt zo geloofwaardig en knap gecreëerd. En het is echt zo dat ze in de make-up zitten voor hun weerwolfuiterlijk kost 4 uur. Ik bedoel, ik vind het al lang als ik 20 minuten met mijn make-up bezig ben. Zo, nu de basis er dus op zit, gaan we met de ogen beginnen. Dat vind ik een stuk leuker. Ik vind de basis zo ook altijd een beetje saaiig om naar te kijken. Even denken hoor. We gaan kijken hoe donker is deze. Heel dicht. Oké. Maar... ja, dus dat vind ik echt leuke series. En over Teen Wolf, daar was ik over aan het praten. Over Teen Wolf. Teen Wolf vind ik dus sowieso echt een hele leuke serie. Nou ja, we zijn er dus nu een website over aan het maken. Dat is een RPG-website. Dus dan kan je gewoon doen alsof je zelf in die wereld zit. En zeker als je een hoop creatieve ideeën hebt en zo, is dat ontzettend leuk. Dus dat is heel erg gaaf. We zijn wel nog steeds donateurs aan het zoeken. Maar ja, dat komt vanzelf wel. Onze social media accounts zijn in elk geval actief genoeg. Dus mensen kunnen altijd informatie vinden als ze zouden willen doneren. Of informatie willen zoeken of wat dan ook. Dat is in elk geval altijd mogelijk. Maar ja, het is gewoon een ontzettend gave serie. Ik vind ook de villains, hoe zeg je dat in het Nederlands? De slechterik of de schurken, vind ik echt zo leuk gemaakt daar. En ik ben echt fan van Peter Hill. Die vind ik zo leuk. Dat is echt, je weet nooit bij hem, hoort hij aan de goede kant of aan de slechte kant. Hij is echt mysterieus en ontzettend sarcastisch. Ik vind hem echt hilarisch.
En net als Alan Deaton, die vind ik ook echt heel erg leuk. Omdat hij een beetje mysterieus is. Dat is de Druid. Dus die is zelf geen bovennatuurlijk wezen, maar weet wel alles van die wereld af. Dus ja, ik vind die hele serie zit gewoon zo goed in elkaar. En ze hebben ook een gigantische fanbase. Want er worden nu nog steeds, ook al is de serie al afgelopen, jaarlijks wolfcoms georganiseerd. En dan kan je de acteurs ontmoeten en dan kan je vragen stellen. En je kan met ze op de foto en er worden allemaal leuke dingen gedaan. En het is gewoon super origineel en ja, echt heel leuk. Nou ja... Want het is niet echt een serie, maar wel dat het ook op tv komt. Ik ben echt een hele grote Wie is de Mol fan. Ik vind Wie is de Mol echt fantastisch. Ik vind dat elk jaar kijk ik er echt naar uit. En als dan weer januari is, dan weet ik dat het weer gaat beginnen. En dat is zo leuk. En ik ben ook echt met een aantal vrienden, zijn we best wel behoorlijk actief erin. Dus wij hebben echt een document dan, wat we bijhouden van... Wie heeft op wie gestemd in welke aflevering en wie is er dan uitgegaan en wie doet er rare en verdachte dingen. En ja, alles schrijven we op, weet je wel. En ook de verborgen hints van de productie. Van als je bijvoorbeeld ergens iets ziet staan wat raar is. Of we hebben natuurlijk wel eens eerder gehad dat er patronen in voorkwamen over nou ja, vissersbootjes en visserslijnen en vissersdingen. En toen was de mol Suzanne Visser, weet je wel. Al die dingen. En dat proberen we dan allemaal bij te houden, zodat wij eerder weten wie de mol is. Dan dat het op tv uitkomt. En het leuke is dat ik bijna elk jaar, niet elk jaar, maar bijna elk jaar heb ik het goed. En over het algemeen staat diegene dan al vrij vroeg op mijn verdachtenlijst. En voor aflevering 7 zeker wel, maar 6, 7, misschien soms bij 5 al, heb ik hem echt vastgepoint als dit is mijn mol. Niet afgelopen seizoen, maar de 3 daarvoor heb ik echt vanaf aflevering 6 op alleen mijn mol gezet. En met de punten in die speelapp. Nou ja, en dat was hem dan uiteindelijk ook. Maar vorig jaar had ik het echt goed mist. Zat ik echt, echt fout. Ik had vanaf het begin wel het idee van... Jan zou het kunnen zijn, zou een hele goede mol zijn. Oeh, dit is gepigmenteerd. Jan zou een hele goede mol kunnen zijn, maar het leek mij onwaarschijnlijk dat ze 3 jaar achter elkaar een jonge gozer zouden doen. Gewoon zo'n jonge, grappige, vlotte gozer. Want daarvoor was natuurlijk Thomas Kammert en Klaas van Kruistum. En dat zijn allemaal een beetje die BNN-types. Oké, ik hoop niet dat ik iemand nu beledig. Maar weet je wel, van die jonge, vlotte jongens. En ik dacht, dat zullen ze echt geen 3 jaar achter elkaar doen. Maar ja, dus wel, blijkbaar. Daar zijn we achter gekomen. En ja, ik vond het echt een waanzinnig seizoen weer. Ik moet wel zeggen dat ik niet elke kandidaat even leuk vond als de ander. Ik zal geen namen noemen, dat is niet aardig. Maar een bepaald iemand die in de finale zat, had ik het liefst in aflevering 2 eruit gehad. Maar oké, hè. Maar Ruben was echt mijn mol. Al heel snel was Ruben mijn mol. En nou ja, hij bleef erin. En hij had zo'n onnozele uitstraling. En ik vind het echt een scheetje hoor. Niet dat hij onnozel is, maar... dat straalde hij wel een beetje uit en ik dacht, dat doet hij expres, weet je wel, om gewoon minder verdacht te lijken, omdat dingen dan minder dom zijn. En er waren zoveel hints naar Ruben en zoveel dingen die hij raar had gedaan en met geld in zijn zakken stoppen en weet ik het wat allemaal. En ja, dus ik zat vorig jaar echt heel erg mis, echt heel fout. Ik had echt, nou ja, ik heb nog nooit zo'n fout gehad en dat irriteerde me mateloos. Maar ja, volgend jaar weer een nieuwe kans. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ja, ik vind dat echt een superleuk seizoen. Of superleuk spel. En als ze nou eens daar, net als bij Expeditie Robinson, gaan doen dat onbekende Nederlanders mee mogen. Ik ga meedoen. Ik ga echt meedoen. Ik zou me opgeven en ik zou zo meegaan. En het lijkt me echt heel erg leuk. En ja, nee, dat is echt... Ik vind dat spel zo leuk. Over Expeditie Robinson gesproken trouwens, dat gaat natuurlijk weer bijna beginnen. Dat vind ik ook echt een heel leuk programma. Ik vind Wie is de Mol leuker, maar ik ben ook wel een Robinson fan. Vind ik ook echt heel leuk, dat hou ik ook altijd wel bij. En ja, dus ik ben benieuwd hoe dat dit jaar weer gaat worden. En want ik moet zeggen dat ik vorig jaar minder leuk vond dan de jaren ervoor.
En dat klinkt nu misschien een beetje zeurderig of zo, maar dat bedoel ik niet. Maar gewoon, ik vond het een beetje saaiig, een beetje makkelijk. Ik vond dat ze allemaal, ik vond de proeven ook wat minder indrukwekkend of zo. Ik vond het allemaal een beetje halfbakken werk. Maar ja, dat zal het wel niet zijn. Of tenminste, dat daar zullen een hoop mensen het wel niet mee eens zijn. En dat hoeft ook niet. Maar ik vond jaren ervoor vond ik wat leuker. Maar ik ben weer heel erg benieuwd hoe dit jaar gaat zijn. En er mogen natuurlijk weer onbekende Nederlanders mee. Dus dat is wel leuk. Of tenminste, ik hoop dat dat leuke mensen zullen worden. Het klinkt nu echt trouwens alsof ik uren per dag alleen maar achter de tv zit. Dat valt wel mee hoor. Maar dit is gewoon wat ik door de jaren heen allemaal gekeken heb. Ik bedoel, Pretty Little Liars, dat is al jaren afgelopen. Maar vind ik nog steeds gewoon een hele goede serie. Nou, wat ik bijvoorbeeld nog meer kijk, maar dat is gewoon als ik het toevallig op televisie tegenkom. Dat hebben wij thuis ook altijd veel gekeken, zijn politie-series. Vroeger Baantje natuurlijk, dat was fantastisch. Maar ja, dat is helaas al lang geleden afgelopen. En wat vind ik nog meer leuk? Ik vind alle NCIS en CSI en al die dingen, ik vind het allemaal wel leuk voor een aflevering. Maar die zou ik nooit echt gaan downloaden of gaan volgen of wat dan ook. Maar Criminal Minds vind ik echt briljant. Ik vind de maker van Criminal Minds, die dat ooit bedacht heeft, die heeft het echt goed gedaan. Want die scènes en degene die het dan gedaan hebben, die hebben allemaal wel een soort van mental iets wat niet klopt. En dat vind ik natuurlijk super interessant. Zoals ik misschien al verteld heb, maar misschien ook niet. Ik doe dus opleiding verpleegkundigen. En mijn afstudeerjaar, mijn laatste jaar, specialiseer ik hem in de psychiatrie. Dus alles wat met de psyche te maken heeft met hersenen en met psychische ziektebeelden vind ik heel interessant. En Criminal Minds speelt daar natuurlijk heerlijk op in. Dus dat is echt heel leuk. Even kijken hoor, deze is gewoon net wat minder shiny dan de ander. Dus wat meer shiny. Maar zo begint het wel een beetje gelijk te worden. Maar ja, dat vind ik dus echt een hele goede serie. Ik heb een keer een aflevering gezien over dat iemand dus getuige was bij een moord. En dat hij was een fragiele jongeman. En dat hij echt wel een soort van traumatische ervaring had opgelopen en zo. En toen bleek achteraf gewoon dat hij die moorden zelf gepleegd had. Omdat dat dan zijn gespleten persoonlijkheid was. En dat hij dus dat niet kon herinneren van zichzelf. En ik vond dat zo'n slimme set eigenlijk van die makers van de serie. En dat was ook zo goed geacteerd. Dat vond ik echt, vond ik heel leuk. Vind ik echt gewoon een hele goede serie. Buiten dat ik Spencer Reed gewoon fantastisch vind. Dat vind ik echt een scheetje. Die vind ik echt heel lief. Vind ik echt ook een hele goede acteur. Echt een knappe man ook. En die heeft dat zo goed gespeeld. En ik ga mascara doen. Dus ik ga rare bekken trekken ondertussen. Hoor. Maar ja, dat vind ik gewoon een hele goede serie. Wat vind ik nog meer leuk? Nou ja, ik vind een hoop dingen wel leuk hoor. Maar dit zijn denk ik wel de meest belangrijke series en zo geweest. En ik denk dat iedereen natuurlijk wel zo zijn voorkeuren heeft. En ik weet bijvoorbeeld dat heel veel mensen praten over Orange is the New Black en allerlei van die dingen. Maar dat om een of andere reden trekt dat mij niet zo. Misschien ga ik het ooit nog wel kijken hoor. Maar of Doctor Who of Supernaturals of oh jeetje, ik heb een klontje. Maar al die series, ze trekken mij niet heel erg of zo. Jane the Virgin ook niet. Ik heb 2 afleveringen geprobeerd te kijken. Ik vond het zo saai. Dat werd het niet. Over Orange is the New Black. Dat is natuurlijk razend populair momenteel.
Maar ziekenhuis juist wel, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar prison dingen, dus gevangenissen en zo, dat trekt mij niet zo erg. Behalve Prison Break, die was briljant. Die was echt heel goed. De maker daarvan, die heeft echt een stel hersenen. Niet normaal. Mijn wimpers werken echt niet mee. Hebben jullie ook wel eens dat je wimpers gewoon niet mee willen werken? Dat ze gewoon, hier zo zit de boel aan elkaar gekleefd, hier zo wil dat niet mooi omhoog staan. En mijn wimpers zijn momenteel ook echt een beetje aan het uitvallen of zo. Maar ja, dat komt wel weer terug. Uiteindelijk. Zo. Ik heb in elk geval onderwimpers die het geheel een beetje optrekken. Maar Prison Break was dus echt een goede serie. Die zat zo goed in elkaar en die was zo goed bedacht. En alles rondom die tatoeages en dat was echt briljant. Echt heel leuk gedaan. Ja. Ja, ziekenhuisseries, wat ik net zei. Daar zijn er ook duizenden van. Ik ben echt fan van House. Ik hou van House. Ik hou van de acteur die House speelt. Hugh Laurie vind ik een briljante acteur. Ik vind alles wat natuurlijk met ziektebeelden te maken heeft interessant. En die zijn dan ook nog eens heel erg niet veel voorkomend. En ik vind het zo leuk. Ik zit de hele aflevering dan mee te denken van, zou het dit kunnen zijn? Zou het dat kunnen zijn? En ja, vind ik echt een hele leuke serie. Nou, dan was dit de Get Ready With Me. Ik heb denk ik echt een hele hoop series besproken. Eigenlijk alles die ik ooit gezien heb. Of ja, wat dan ook. Ik heb ze denk ik allemaal gehad en mijn mening erover gegeven. En ik ben heel erg benieuwd ook naar wat jullie vinden. Vinden jullie de series die ik leuk vind ook zo leuk? Of zijn jullie heel erg fan van andere series? Hebben jullie nog tips over een serie die ik ooit een keer moet gaan kijken? Laat het me vooral weten in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!